Hij heeft eigenlijk al gaandeweg, want ik denk dat het toch wel zo'n paar maanden heeft geduurd voordat hij mij die desbetreffende vraag heeft gezegd of ik dan wilde werken in de prostitutie. En toen zei ik nee en toen zei hij van als je het niet doet, dan verbreek ik alle contact en dan mag je het uitzoeken. En dat zakte mijn wereld echt van in. Ik vond dat super erg. Omdat je eigenlijk op dat moment helemaal niemand meer om je heen had? Nee. En hij was jouw enige soort lifeline, zeg maar. Nou, nee, ik heb hem echt wel mijn God genoemd. Ja. Ja. Hoe ben je eruit gekomen? Hoe ben ik eruit gegaan? Ik denk een van de laatste keren dat ik met hem in de auto zat, toen had hij een gesprek. En daarin dat gesprek vertelde hij dat hij mij wilde doorverkopen voor 60.000, maar dat vond hij nog te weinig. Toen is bij mij wel echt de knop omgegaan van, oh, maar ik ben gewoon echt een product.